nieuwe hype in de digitale wereld, NFT's. De een die wordt er steenrijk van en de ander die loopt er op leeg. Wat is het nou precies en wat moet je ermee? So we are in my living room and we're watching the closing of the auction, which in minutes. It's already at like an absolutely ridiculous amount. Nou, dit is een NFT die gemaakt is door eigenlijk een van de grootste artists van de wereld. En dat is Beeple. $69 million. I think it probably means digital art is here to stay. Ja, die is voor een flinke hoop geld wordt die hier verkocht. I'm going to Disney World. Georgie, how much would you pay for this white-haired lady with the necklace? Green $5. Eyes? There is a bid on it right now for $53,903. Dan heb je een CryptoPunk, een alien CryptoPunk, en die is laatst echt voor een flinke hap geld verkocht. Soms biedt een veilinghuis dat aan. Sotheby's die doet dat vaak, of Christie's. En die verkopen echt voor miljoenen. NFT's. Grote kans dat je daar al wat over hebt gehoord. Deze digitale plaatjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Voor soms ontzettend hoge prijzen. Julien van Dorland is 21 jaar en een van de makers van de Mechaverse. Een reeks digitale plaatjes van robots. Deze zogeheten Mecha's zijn een grote hype in NFT-land. De Mechaverse is een project dat bestaat uit 8888 robots eigenlijk, als het ware. Die geïnspireerd zijn op Japanse anime. En die zijn allemaal uniek gemaakt en die hebben wij allemaal verkocht. Allemaal? Ja, allemaal. En hoeveel heb je er tot nu toe aan verdiend? Dat, als je slim bent en je weet hoe die techniek werkt, dan zou je berekeningen kunnen doen en dan zou je erachter kunnen komen. De duurste Mecca leverde 500 Ethereum op. Omgerekend is dat 1,6 miljoen euro. Julien heeft geen idee wie de anonieme koper is die hem rijk maakte. Misschien wel iemand die een vergissing maakte, want het plaatje staat inmiddels opnieuw te koop. Het hoogste bod is nu slechts 1800 euro. Maar wat kun je nou eigenlijk met zo'n plaatje? Als je een Mecca wilt kopen, dan kost dat gemiddeld zo'n 2000 euro op dit moment. Maar wat koop je dan eigenlijk met het geld? Nou, een NFT staat voor Non-Fungible Token, wat neerkomt op een uniek digitaal certificaat waarmee je laat zien dat iets van jou is. En dat iets dat kan alles zijn, van een digitaal kunstwerk tot een foto, een video, een gedicht of zelfs een Twitterbericht. De verkoop van een NFT wordt vervolgens versleuteld, vastgelegd in de blockchain. En dat is een digitale database van alle transacties. Ja, volg je het nog? Het is ingewikkeld. En verreweg de meeste transacties die worden gedaan in de digitale cryptomunt Ethereum. Als je eigenaar bent van een NFT, dan heb je overigens niet het intellectueel eigendom. En ook kan iedereen nog steeds het plaatje opslaan op zijn computer. Maar er is één unieke digitale versie van. Je kunt geld verdienen door zelf een NFT te maken, bijvoorbeeld van een digitaal kunstwerk dat je hebt gemaakt. Maar je kunt ook verdienen aan NFT's door ze te kopen en weer door te verkopen tegen een hogere prijs. Dat heet flippen. Je kunt er echter ook flink op leeglopen, bijvoorbeeld als blijkt dat jij helemaal niet de eigenaar bent van een originele NFT, maar dat je een gekopieerd exemplaar hebt gekocht van een oplichter. Het is een vorm van speculeren waar vooralsnog geen toezicht op wordt gehouden. En het advies van de AFM is daarom om geen geld te investeren dat je niet kunt missen. Influencers en BN'ers die verkopen ook steeds vaker een eigen NFT-collectie, zoals Johnny Depp of in Nederland radio-dj Bram Krikke. NFT's. Het is dé hype momenteel. Alleen wat is nou de aantrekkingskracht van zo'n soort NFT-hyper, Jan? Erbij willen horen. Een beroemde ster koopt een NFT. Oh, nou, als hij er een heeft, dan wil ik er ook heen. NFT's zijn eigenlijk een soort statussymbols. Het is een soort van exclusiviteit. Omdat je natuurlijk online kan laten zien van oké, ik heb deze NFT. En als die NFT in waarde stijgt, dan behoor je dus tot die exclusieve groep. Hubert-Jan van Roest is een van de eigenaren van Dutch NFT Drops. Een bedrijf dat kunstenaars helpt met alles rondom NFT's. Dutch NFT Drops helpt artiesten bij het maken van NFT's. En ook om die op een leuke manier in de markt te zetten. Waar is de waarde van een NFT op gebaseerd? Als ik van muziek houd, dan kan ik dat altijd luisteren op de radio of op Spotify. Maar als ik echt van die muziek hou, dan wil ik het hebben. Dan wil ik het in mijn kast hebben of in mijn collectie. Nou, die waarde, dus dat een stukje
bezitten van wat die maker voor jou gecreëerd heeft, dat is de waarde van een NFT. Dat klinkt wel mooi. Kunnen wij niet ook gewoon een NFT maken? Ja, zeker. We gaan even een klein kassa NFT'tje maken. Ik ga naar de pagina OpenSea. OpenSea is een soort marktplaats voor NFT's. Ik kan daar gewoon een plaatje naartoe slepen. Dus ik ga dat doen met het kassa-logo. Ik ga nu gewoon even googlen, kijken of ik het kassa-logo online kan vinden. Ik sla de afbeelding even lokaal op. De handel in NFT's kan best een beetje gebakken lucht zijn, want er is nu eenmaal sprake van een nieuwe markt waar veel nieuwe toetreders op zijn. Dus er is best wel sprake van speculatie en prijsopdrijving. En dat betekent dat er soms ook wel dingen verkocht worden die het eigenlijk niet verdienen om verkocht te worden. Kijk eens aan, dat ziet er al hartstikke officieel uit. Ik noem deze collectie de Kassa Collectie met 100% echte Kassa NFT's. Ja, iedereen die zou een NFT-project kunnen lanceren. Als je het juiste team eigenlijk samenstelt, dan zou je dat gemakkelijk kunnen doen. Je hebt een artist nodig, je hebt een developer nodig. Maar ook wat mensen in de marketing, wat community managers, wat moderators. Om dat allemaal op te zetten, zou iedereen een NFT-project kunnen lanceren. Succes en rijkdom gegarandeerd. Als je niet zo'n heel goed team hebt, dan behoud je die waarde niet van die NFT's. Dus dan zie je vaak dat die NFT's in waarde dalen. Maar dan hebben die influencers hun winst al gehaald. Ja, klopt inderdaad. Die influencers hebben dan hun winst al gehaald. Dat klinkt goed, toch? Ja. Nou, ik heb de collectie nu gemaakt. En dan kan ik hier op een knop drukken, add item. Dus voeg een NFT toe. Als beschrijving, originele, authentieke, 100% gegarandeerde meester NFT. Als we deze niet gaan verkopen voor 1 miljoen, dan weet ik het ook niet meer. Dan hoef ik hier alleen maar op create te klikken. En dan is hij klaar, staat hij online. Oké, dus dat was het. Ja, zo simpel is het. Bij mij in de studio IT-rechtadvocaat Wouter Huisman. Welkom. Dankjewel. We zagen net een NFT van een kassa-logo. Nou heb ik ons programma heel hoog zitten natuurlijk. Maar ik vraag me wel af, als ik eerlijk ben, waarom zou je dit in hemelsnaam willen kopen? Of elk ander digitale kunstwerk? Ja, dat is een goede vraag. Met die NFT's is het dus echt een beetje de vraag, wat koop je nou eigenlijk? Je kan het misschien een beetje vergelijken met boeken. Dat is iets tastbaarder. Waar je 10.000 exemplaren hebt van hetzelfde boek. En dan zou er dan bij 1 exemplaar zo een handtekening vanuit de schrijver erin staan. Ja, creëert dat waarde? Ja, ik weet het niet. Kennelijk wel. Ja, en hoe zit het dan precies met het auteursrecht of het eigendomsrecht? Want op het moment dat ik een NFT koop, mag ik daar dan ook bijvoorbeeld T-shirts mee bedrukken of kopjes? Nee, dat mag dus niet. Okay. Dus dat is ook wel belangrijk om vast te stellen. In principe, met een NFT koop je niet heel veel. Je koopt zeker niet heel veel. En met de bedragen die er mee gemoeid gaan, kun je daardoor ook echt wel vraagtekens bij NFT's zetten. Maar het idee is dat de intellectuele eigendomsrechten in principe gewoon bij de maker, bij de kunstenaar blijven. Ja, en wat vindt u dan van deze nieuwe hype? Als u zegt ook van je koopt eigenlijk niet heel veel, maar toch leggen mensen er miljoenen voor neer. Ja, dus het doet me een beetje denken aan de tulpenmania. Het is een beetje wat er gekker voor geeft. Het kan zijn dat het voor iemand veel waard is om een boek met een handtekening erin te kopen. Dat kan. En het is nog steeds vraag en aanbod. Dus ja. Ik heb zelf in ieder geval niet veel NFT's. Nou, ik ook nog niet. We spreken er zo over door, ook over dat vraag en aanbod en of dat dan eventueel gereguleerd zou moeten worden. Want er zijn inderdaad ook de nodige risico's verbonden aan NFT's. Zo weet ook kunstenaar Lois van Baarle. Dit is een screenshot van de eerste keer dat ik mijn werk vond als NFT. En toen had iemand echt een uitgebreide nepprofiel gemaakt van mijn werk. En het lijkt echt alsof ik het erop heb gezet, maar ik was het niet. Lois is al 15 jaar digitaal kunstenaar. Ze verkoopt haar werk niet als NFT's, maar ze ziet haar tekeningen wel regelmatig terugkomen op OpenSea, aangeboden door vreemden. Uit deze collectie is ook echt een NFT verkocht aan iemand. Dus die heeft er echt eentje gekocht met het idee dat die van mij een NFT heeft verkocht. En toen moest ik dat via het platform rechtzetten en zorgen dat die verwijderd werd.
Ik was al soort van benaderd voor NFT's al heel lang. En ik besloot om daar niet aan mee te doen. Maar op een gegeven moment kreeg ik berichtjes van mensen. Ik zie het hier op OpenSea staan. Toen ging ik kijken en toen schrok ik wel van hoeveel werk er van mij te vinden was op die site. Ik vind het echt super frustrerend. Mijn werk wordt al heel lang soort van gestolen. Eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière al heb ik mijn werk gevonden op t-shirts, op producten, in boeken. Bij NFT's is dat net wat meer frustrerend, omdat ze zeggen dat door middel van NFT's, door middel van de blockchain, wordt een afbeelding soort van authentiek gemaakt en kan je daar de eigenaar van zijn. En als mijn werk dus gejat wordt voor een nep NFT, dan gaat dat tegen dat achterliggende concept in, vind ik. Het platform waar Lois haar kunst op terugvindt is dezelfde site waar wij de Kassa NFT hebben aangemaakt. OpenSea. Op deze online marktplaats kan je van elk plaatje een NFT maken. Bovendien zijn er ook geen beperkingen qua hoeveelheid. Je kunt zoveel NFT's maken als je zelf wilt. Hoe het zou moeten zijn, is dat er een verificatieproces plaatsvindt aan het begin. Want dat heb je ook bijvoorbeeld. Je kan niet zomaar zeggen van ik verkoop nu een authentieke Van Gogh of Picasso. Dat kan je niet zomaar roepen. Er moet iemand aan de pas komen, er moet een certificaat komen. Er moet gekeken worden naar of dat waar is. Op zo'n platform worden natuurlijk dagelijks tienduizenden collecties geüpload. Dus het is heel moeilijk om daar een zorgvuldig proces voor op te zetten zonder dat je 200.000 medewerkers nodig hebt die dat allemaal gaan zitten monitoren. Dat wil je eigenlijk niet. Je wilt eigenlijk dat iedereen een NFT kan creëren. En dat maakt het creëren van NFT's en de hele community eromheen ook zo mooi. Is dat iedereen iets kan opzetten. Ik snap wel waarom veel kunstenaars zoiets hebben van oh, dit is een manier voor mij om geld te verdienen met wat ik doe. Om gewaardeerd te worden voor wat ik doe. Dat snap ik heel erg. Maar NFT's zijn wel een vorm van geld verdienen waar heel veel haken en ogen aan zitten. Waar goed over nagedacht moet worden. Lois van Baarle is wekelijks bezig om gestolen werk van haar dat op OpenSea staat, dat is dus een soort marktplaats van NFT, om dat te verwijderen. Ja. Hoort u dat vaker? Ja, je hoort wel dat er veel plagiaat is op dat soort online marktplaatsen. Het is ook, en dat zul je gezien hebben met het uploaden van zo'n kassa NFT, dat het ontzettend makkelijk is om een NFT aan te maken. Er zijn niet echt controlevragen over wie dus die persoon is die zo'n NFT aanmaakt. Wat de herkomst is of de afkomst is van zo'n kunstwerk. Heb je überhaupt wel de rechten om zo'n bestand te uploaden? Dus ja, omdat het zo ontzettend makkelijk is en je zo anoniem kunt blijven bij het maken van zo'n NFT. Ja, dat maakt het wel erg makkelijk om plagiaat te plegen. Ja, want in dit geval zegt het OpenSea-platform zelf dat zo'n 80% van het aanbod plagiaat is of fraude. Ja. Daarom hebben zij besloten op een gegeven moment, je mag nog maar 50 NFT's per dag plaatsen als gebruiker. Maar dat hebben ze weer teruggedraaid, omdat de gebruikers van het platform zelf het daar niet mee eens waren. Ja. Vindt u dat terecht? Nou ja, je ziet dus daar al wel weer in dat zo'n platform die heeft niet per se een hele grote incentive om heel veel regelgeving of controle uit te voeren. Althans, dat gebeurt dus te weinig. Want ja, als 4 op de 5 kunstwerken plagiaat is, ja, dat zou dus niet moeten kunnen. Nee. Dus er zal echt wel aanvullende regelgeving moeten komen waaruit blijkt dat het ook op een goede manier geregeld is. Want op dit moment is die regelgeving er nog helemaal niet? Ja, in ieder geval onvoldoende. Je zal wel echt moeten weten wie dus de verkoper is van een NFT. En wat dus de afkomst van zo'n kunstwerk is. Want anders wordt het ook wel erg lastig om een dader op te pakken. Juist ook omdat iedereen dus zo anoniem is, kan je al verdwenen zijn met het geld. Voordat het duidelijk is dat een kunstwerk van een schilder of wat dan ook onterecht gebruikt is van NFT. Ja, terwijl Julian ook alweer zegt, dat is ook alweer de charme van dit systeem. Want het idee van blockchain is juist dat het zelfregulerend is. Ja. Dat je dus niet een centraal instituut hebt die regeltjes oplegt en die bepaalt wat er mag en wat niet mag, maar dat de gebruikers dat onderling regelen. Ja, precies. Dus dat is echt zo'n innerlijke tegenstrijdigheid tussen de filosofie van blockchain. Ja. Met z'n allen doen we het samen. Je hebt eigenlijk geen overheid nodig. Precies. Je doet het allemaal zelf. Totdat het dus misgaat. En dan wil je eigenlijk toch naar een rechter of naar een politie kunnen gaan om te zeggen, ja, er is mijn auteursrecht is gestolen. Mijn kunstwerk is gestolen.
Ik wil graag dat het terugkomt. Ja, dat zou Lois heel graag willen doen, ja, denk ik, als dat mogelijk zou zijn. Als we eens kijken naar het vermogen wat verdiend wordt met die NFT's, het loopt, ja, dus in de miljoenen, ja, wordt daar op dit moment belasting over geheven bijvoorbeeld? Ja, ik ben zelf geen fiscaal advocaat, maar ik kan me voorstellen dat dat in ieder geval zou moeten. Maar goed, ja, ik ben inderdaad geen fiscaal jurist. En hoe zit het bijvoorbeeld met, als jij kinderen hebt, kan je het overdragen aan je, ja, kinderen? Ja, dat is inderdaad. Er zijn zoveel vragen dus nog, omdat het zo betrekkelijk nieuw is. Dus inderdaad, kun je het verzekeren, zo'n kunstwerk. Maar ja, valt het in een erfenis of niet? Als je belasting moet overdragen op de waarde van zo'n kunstwerk, ja, mm-hmm, hoe gaan we dat dan doen? Kun je met meerdere personen eigenaar zijn van één NFT? Ja, dat zijn heel veel vragen die de komende tijd toch beantwoord zullen moeten worden. Ja, en nou zegt de AFM, of die adviseert mensen om voorzichtig te zijn, ja, omdat er op dit moment geen toezicht wordt gehouden. Er zou regelgeving aan moeten komen. Wat zou dat wat u betreft moeten inhouden? Nou, ik denk in ieder geval dat er vanuit die platforms meer informatie moet worden gevraagd vooraf bij het aanmaken van een NFT of een profiel. Dus meer een controlestap aan de voorkant. Zeker, ja, zeker. Want nu moet dus een kunstenaar echt zelf het internet afstruinen om te kijken waar inbreukmakend materiaal is. Ja, ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dus een grote rol voor de platform opleggen. Juist ook omdat zij iedere keer weer een percentage verdienen op het moment dat zo'n kunstwerk wordt verkocht, ongeacht of dat dus rechtmatig gebeurt of niet. Aha, dus voor zo'n platform, die hebben er eigenlijk baat bij als er, ja, zoveel mogelijk wordt verkocht. Zeker, ja. Juist, ja. En dat zou dus in 2024 moeten zijn, die regelgeving. Ja, laat het hopen. Ja, het klinkt wel alsof je echt wel verstand van zaken moet hebben voordat je hier besluit om in te stappen. Ja, dus ik zou ook zeker adviseren dat als je besluit toch NFT's te kopen, doe goed onderzoek naar van wie koop ik het, wat koop ik, welke rechten en plechten heb ik bij dat specifieke object. Ja. Dus doe daar goed onderzoek naar en geef, zoals de AFM al aangeeft, geen geld uit wat je niet kan missen. En bij twijfel toch echt gewoon niet oversteken. Juist. Nou, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. We gaan het er nog vaker over hebben bij Kassa. Dus als je dit interessant vindt, hou dan vooral onze uitzendingen in de gaten. En heb jij ervaringen met het flippen of doorverkopen van NFT's, positief of negatief? Mail ons dan op kassa@bnnvara.nl.